Net als elk jaar heeft de Turks-Nederlandse ondernemersvereniging HOTIAT ook dit jaar awards uitgereikt aan succesvolle Turkse Nederlanders. De uitreiking van de awards vond dit jaar plaats in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, waar prijzen zijn uitgereikt in 4 verschillende categorieën. Onderwijs, kunst en cultuur, sport en ondernemerschap. Hollanda Türk İş Adamlar Derneği kendisine iki şeyi ana görev edinmiştir. 1. Muhatap kurum olmak. 2. Hollanda Türk toplumunun ufkunu büyütmek, önünü açmak, onun itici gücü olmak. Muhatap kurum olma amacımıza ulaştığımızı artık söyleyebiliyorum. Eğer FNO, MKB, bakanlıklar görüş almak üzere kapınızı çalıyorsa bilin ki bu iş iyidir, iyi bir işarettir, tamamdır. Hollanda Türk toplumunun itici gücü olma görevine gelince, bu program bunun bir örneğidir. Türk toplumunun başarılarını sergilemek istiyoruz. Herkes duysun, herkes bilsin istiyoruz. Neden? Çünkü artık acıklı, ezik, göç hikayeleri bitsin istiyoruz. Bundan sonrası Türk toplumunun başarılarının konuşulması olmalıdır diye düşünüyoruz. Başarıyı konuşmalıyız ki başımız dik olsun. Başarıyı konuşmalıyız ki arkaya değil önümüze bakıyor olalım. Ve başarıyı konuşmalıyız ki daha hızlı yol alalım. İnsanları buluyoruz, ödüllendiriyoruz, tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ama asıl mesaj tabii ki topluma. Çok genel çerçevede söylemek gerekirse ana mesaj şu. Geçmişin acıklı göç hikayeleri artık bitsin istiyoruz. Ayağımıza bağ olmasın istiyoruz. Bundan böyle başarıları konuşalım istiyoruz ki ileriye daha bir doğru bakalım. Hatta yukarıya bakalım. Daha hızlı yürüyebilelim. Bu toplantı, bu programın asıl amacı bu. Nederlandse jongeren die succesvol zijn, die krijgen vandaag een prijs. Is dat nodig? Jawel, je moet ze zeker onderscheiden. Het is ook een voorbeeld naar de andere kinderen om hen ook een boost te geven. Van, joh, kijk eens, er liggen genoeg kansen ook in Nederland. Maak wat van je leven. En het bedrijfsleven kan absoluut heel goed bijdragen. Met name voor de Turkse jongeren, omdat ze de achtergrond ook goed kennen. Dus het is zeker een heel goed initiatief van HOTIAT. Ik vond het heel goed dat zo'n mogelijkheid wordt gegeven aan mensen die succesvol zijn en ook zichzelf kunnen laten zien in de maatschappij. Het is ook wel goed dat ook de Turkse gemeenschap dat weer bij elkaar brengt en om zich ook een beetje te kunnen profileren. Kijk, het probleem in Nederland is Nederlands media, met name de livestream media of de mainstream media, is bezig met framing en negatieve framing. We zien vandaag 12 parels, 12 jongelui die in Nederland een bijdrage leveren, zelfs op internationaal gebied. Dit zie je niet op de standaard media, helaas. En ik ben blij dat een ondernemersorganisatie dit wel waardeert, dit wel ziet en dit laat zien. Zodat de jongeren van Nederland, van Turkse afkomst, deze mensen als voorbeeld zien en Nederland nog meer bij kunnen dragen. Thank you.
waarbij veel negativiteit is rondom Turkse kwesties, vind ik het erg goed dat er vandaag juist die positiviteit benadrukt wordt. En ook de succesverhalen van iedereen. Het was niet alleen de jongeren. Het waren ook vanuit verschillende onderwerpen ook verschillende mensen in beeld. Die op hun terrein, zowel in sport, ondernemerschap, kunst en cultuur, succesvol zijn. En die ook letterlijk en figuurlijk bruggen slaan. Dus het is ook goed om die positieve succesverhalen te zien en te horen. Dus goed dat Hotiat dit op deze manier organiseert. Het is een geslaagde dag. Wij proberen de kanten die wij niet durven te laten zien van onze gemeenschap hier, die in Nederland leeft, als voorbeeld te laten zien om ons op een belangrijke plaats in deze maatschappij proberen te zetten. Dat is het doel van deze bijeenkomst. En ik vind het zeer geslaagd als ik naar de... U zegt eigenlijk het is hard nodig dat Turks-Nederlandse jongeren die succesvol zijn worden onderscheiden. Uiteraard. We moeten dat niet verbergen, we moeten dat laten zien hoe succesvol we zijn. Hoe succesvol onze jongeren zijn in deze maatschappij. Daar hoeven we niet voor te schamen. Hartstikke goed. Doeltreffend. Het is een succesvolle dag als je maar vraagt. Ja, ja, ja. Waarom is dat zo? Waarom vind je dat? Stimuleren van mensen voor hun bepaalde doelstelling, dat is voor mij het belangrijkste. En Hotiat doet dat al jaren succesvol. Türkiye'den gelen bir dev bizimle birlikte olacak. Kutlu Payaslı. Kıymetli alkışlarınızla Kutlu Hoca'yı sahneye davet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize saygılar, sonsuz sevgiler. Sonunda tuz bassın gönül yarama. Nice dağlar koydun, nice arama. Sizi terk edip de gitme. Bu şarkıların gözü kör olmasın. Aşıklar leven dolsa. Hotiat'ın yönetimindeyim. Kurucu üyesiyim. Biz burada başarılı olan kişileri her dalda onları yönlendirmek, onları onurlandırmak, onlara güç kuvvet vermek için böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bugün de bunun katlayarak daha iyisini yapmaya çalıştık. Ve bunun tanıtımı bu sene daha güzel oldu. Eskiki böyle değildi. Aynı zamanda katılımcılar ki tahmin ediyorum ki bu en son yapılan
en yüksek katılımı olan bir başarı ödül töreni oldu. Bundan tabii memnuniyet duyuyoruz. Ik heb het net bekeken. De kandidaten zijn net aangegeven wie het zijn. Ik vind het een hele positieve manier dat Hotiat dit eigenlijk doet. Dit geeft aan dat mensen met in Nederland, als ze ervoor willen gaan, dan kunnen ze heel veel successen boeken. Dat is volgens mij de grootste boodschap. In Nederland kun je heel ver komen, mits je daarvoor gaat, motivatie hebt en niet opgeeft. Dat is volgens mij wel een van de belangrijkste dingen wat ik hier vandaag heb gezien. Seçimlerini yaparken nelere dikkat ettiler? Tabii bize önce her dalda müracaat edenler ilk 3'e girenler alıyoruz, eliyoruz. Yani Hotiat olarak bakıyoruz. Ondan sonra bunu bütün jüri üyelerine gönderiyoruz. Tabii alttaki bilgilerle bugün moderatörün okuduğu şekilde onun daha detaylısı var bizde. Oradan bakıyoruz ne yapmıştır, nasıldır diye. Ona göre birini seçme mecburiyeti oluyoruz. Gördüğünüz kendinizde bayağı başarılı kişiler var. Ondan kategorinde neler yapmışlar, daha neler yapabilirler diye bakıyoruz. Mijn zoon is ook genomineerd. Hij heeft een hele mooie project binnengehaald en afgerond in Turkije. En dat ook voor het eerst is gebeurd. En daarmee heeft hij ook een hele goede toekomst voor zichzelf opgericht. En ja, dan nu maar hopen dat hij de eerste wordt. Rica etsem. İsminizi de okuyun lütfen. Evet, birincilik ödülüne arkadaşımız Mehmet Akif Başer. Mehmet Akif Başer. Mehmet Akif'i ödülünü almak için buraya davet ediyorum. Sizi şöyle alalım, ödülüyle beraber. Ik studeer chemische technologie en internationale betrekkingen op de Universiteit Leiden. En verder ben ik actief bij de studentenvereniging op de Haagse Hogeschool. En dat is wat ik momenteel niet doe. Ik probeer beide studies af te ronden. Ik ben nu al een beetje klaar met de vereniging. We hebben een nieuw bestuur. En ik bereid me voor mijn masteropleiding eigenlijk. Ik kom zelf uit Den Haag, de stad van Vrede en Recht. En het is internationaal bekend met zijn internationale organisaties. En door Hotiat werd het erkend als belangrijke activiteiten. En de activiteit die ik bij de vereniging organiseerde, achter zij heel belangrijk. En dat zie ik iets heel, heel speciaals. Kültür sanatta birinciliği alan, dediğim gibi yine Denizli'li ama Ahmet Bey. Onu da Denizli'li yapacağız artık bugün. Ahmet Polat Bey, tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum Ahmet Bey, Ahmet Polat'ı da alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Siz de şöyle alırsanız. Ik denk dat iemand mij genomineerd heeft, maar daarvoor natuurlijk, ja, ik ben al 20 jaar bezig met kunst en cultuur. In de jaren 2000, waar niemand van de Turkse kom af naar een kunstacademie ging, ging ik wel. Het was een tijd waar veel mensen gewoon mij afvroegen van, ja, wat ga je daar doen, Ahmet? Je gaat geen geld verdienen. En toch gewoon doorgegaan en uiteindelijk ja, toch wel successen behaald in Nederland, in Turkije. En ik denk dat dat nu ja, aanslaat op een of andere manier. Genç girişimci alanında hoş geldiniz. Buyurun.
Yakup Özdemir. Yakup Özdemir'i buraya alkışlarımızla davet ediyoruz. Çok teşekkürler. Siz de şöyle alayım ben. Je hebt vandaag een prijs gekregen in de categorie de ondernemer van het jaar. Waar heb jij deze prijs aan te danken? Ja, dat heb ik te danken aan mijn vader die me heel erg heeft ondersteund in opzetten van het bedrijf en maken van projecten, zeg maar. Daarnaast heb ik mijn vrouwelijke compagnon Fox van der Sluis, die heeft ook heel veel gedaan in het bedrijf, waardoor de groei van het bedrijf veel sneller is gegaan. En daarbuiten adviezen gekregen van Zeki Baran. Ook in dit project, ook in de prijs van vandaag, heeft Zeki Baran heel erg geholpen. Merakla bekliyoruz spor alanında. Hotiyat'ın 2015-2016 ödülünü kim kazandı? Nisa Tutucu. Nisa Tutucu. Ik ben 15 jaar. Ik woon in Rotterdam. Ik doe al sinds mijn zesde aan sport. En nu doe ik al 8 jaar taekwondo. Ik heb ook boks, turnen, worstelen, schaken, sport gedaan. En ja, ik ben nu al 4 jaar op een rij in Nederlands kampioenschappen in top 3. En laatst ben ik in Luxemburg eerst geworden. Ancak benim cebimde bir ödül daha var. Size için paylaşmak istiyorum. O ödüller maalesef burada yazmıyor. Onlar benim kalbimde yazan ödüller, kalbi ödüllerim. Onları da şu kategoriye yerleştirmek istiyorum. Sosyal sorumluluk projesinde 1 numara olanlar. Burada bu gece sosyal sorumluluk projelerini de 1 numara olarak ortaya çıkan Hotiyat'a teşekkür etmek istiyorum. Benim kalbi altın başarı ödülüm bugün onlara gidiyor. Thank you.